Kyokushin karate heb ik opgezeten. Dat is full contact, hè? Dat is gewoon, dat is niet dit, maar dat is gewoon. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cinemaatjes. En deze keer hebben we gekeken naar Enter the Dragon uit 1973. Enter the Dragon! Enter the Dragon! Nee, ja, Bruce Lee, dat is een Shaolin vechter. Die zie je dus bij de Shaolin school, waar hij dus les krijgt van een teacher. En die teacher die zegt tegen hem, moet je eens luisteren, ik heb een ding voor jou. Een oud leerling, die ooit ook Shaolin vechter was geweest van deze school. Die is op het verkeerd pad terechtgekomen. Han heet hij. En Han is inmiddels in de vrouwenhandel gedoken. En die vrouwen die stopt hij vol met drugs. Han heeft een eiland gekocht. En Han handelt vanaf... Vanaf dat eiland met zijn slechte bedoelingen. De FBI die heeft daar wel dus ideeën van, maar geen bewijzen. En ze vragen dus aan Mr. Lee, Bruce zelf. Mr. Lee, I've come to speak to you about a tournament of martial arts. Waarschijnlijk is dat met een foutje gebeurd gewoon. Ah, Mr. Lee, ah kut. Oké, dan heeft hij... Oh, dat was een perfecte take. Ja. Waarom noem je hem nou Mr. Lee? Oké, dan heet hij Mr. Lee. Ze vragen dus aan Mr. Lee of hij naar de eiland wil gaan tijdens dat toernooi, wat om de 3 jaar plaatsvindt, om te onderzoeken wat er aan de hand is. Precies. Wapens zijn niet beschikbaar op dat eiland. En Han gelooft niet in wapens. Dus het moet allemaal met de hand gebeuren. Precies. Met de hand. Met de hand. En ja, dan heb je nog twee andere Amerikanen die ook naar dat toernooi komen. Roper die heeft een gokschuld. En dat is dus de reden waarom hij daarheen gaat. En Williams is gewoon een heel coole gast. Dus en die komen allemaal samen op dat eiland. En dan wordt het gewoon vet. Ja, daar gaan ze dus een toernooitje in martial arts. Yeah. Precies. Doen. En dat is vet, want het is Bruce Lee. Het is de laatste film van Bruce Lee. Het is denk ik niet de laatste film van Bruce Lee, maar wel de laatste film die heeft opgenomen. Het is in ieder geval de eerste film van Bruce Lee. Voor de Amerikaanse markt. Voor de Amerikaanse markt. Het is een heel bekende film. Ik denk dat de meeste mensen deze film wel hebben gezien. Ook omdat Bruce Lee natuurlijk dood is gegaan, is dit de film die het bekendste werk. Maar goed, hij is uit 1973. En vergeet niet, in onze jongere jaren hebben wij kennis gemaakt met Bruce Lee. En Bruce Lee was gewoon echt, dat was een held. Iedereen wilde Bruce Lee zijn. Het was ook zo dat karate en al die martial arts werden gewoon bekend door hem. Ja. Ik bedoel, je hebt niet voor niks een karate kit. En iedereen wilde gewoon nunchucks hebben. En iedereen wilde gewoon vanwege Bruce Lee. Enter the Dragon is gewoon een blauwdruk voor bijna alle martial art films die daarna zijn gekomen. En dan heb je Jean-Claude dus Van Damme films. Ja, Bloodsport, Karate Kid ook. Er is iets aan de hand met de familie of En je moet crimineel vechten. Ja, dan moet gevochten worden in een toernooi. En dan de laatste gevecht met de bad guy. Precies. En dan ook zelfs The Last Dragon die wij hebben gedaan. Ja, allemaal. Er is een eindbaas. En dat is dus in alle martial arts films. En in alle martial art games. Gewoon, ik wou net zeggen, ja, computerspelletjes ook. Ja. You come right out of a comic book. Dit is de blauwdruk voor al die shit gewoon. En Bruce Lee is daar gewoon de sheriff in. Toch? Ja. En het is ongelooflijk gewoon dat eigenlijk iemand na zijn dood nog zo groot is. Want toen ik een klein manneke was, toen dacht ik elke keer als ik ging vechten, ik ben fucking Bruce Lee! En, ja, vooral dat ja, precies, dat deed iedereen. En je kent die iconische beelden van Bruce Lee. Met die... Iedereen wilde op karate of op judo in ieder geval. Ja, je wilde iets van een vechtsport doen. En dat kwam door hem. Ja, precies. Het is een soort James Bond film light. Er zitten gewoon heel veel James Bond elementen in. Ja. En ja, want hij moet ook gewoon op een missie. En dan heb je inderdaad een schurk op een eiland die zelfs een kat aait. Ja. Ja. En dan krijg je dus die hele specifieke James Bond muziek. De muziek is fantastisch en dat is hij gedurende de hele film. Ja. De soundtrack is ook niet voor niks heel vaak over de toonbank gegaan. Populaire soundtrack geweest. Ja.
Ik heb hem niet zelf. Nee, maar ik ga hem wel aanschaffen. Snap ik. Echt? We hebben dus Bruce Lee, wat een geweldige acteur is eigenlijk. Laat hij en voor het eerst ook zijn stem zijn te horen. Stem. Ja. Ja. It is like a finger pointing away to the moon. Deze film is opgenomen zonder geluid. Ja. Dat houdt in dat ze dus alles moeten dubben. Dat is ook waarschijnlijk de reden waarom hij dood is gegaan. Want omdat alles opgenomen is met zijn echte stem, heeft hij dus alles moeten overdubben. Dus ook die... Moet je kijken hoeveel spanning dat dan meebrengt. Ja, dan springen er adertjes in je kop. Wat ik dus wou zeggen, Bruce Lee is dus gewoon een geweldige acteur. Maar je hebt dus een paar andere Aziatische acteurs die ook zijn doorgebroken in martial art films. Die in deze film zitten en misschien niet zo'n prominente rol hebben. Je hebt natuurlijk Bolo. Ja, die herkende jij dan vanuit Bloodsport. Maar ja. Dan heb je nog uiteraard Jackie Chan. Ja, en Jackie Chan heeft een heel klein rolletje in deze film. Hè, 1973, wie had toen van Jackie Chan gehoord? Niemand. Ja, Bruce Lee. Mooi vent. Goed gespierd, man. Echt. Maar we hebben het nog niet gehad over een andere mooie vent. Zo, inderdaad. Mr. Williams. Oh, die had een vet coole afro. Dat is de mooiste afro die ik gezien heb. Goed gespierd. Goed gespierd en... En hij krijgt de vrouwtjes. Want? Oh, ja. Er zit er wel. Ze zit er eindelijk in. Ja! Eindelijk kunnen we ons belofte waarmaken. We zitten gewoon weer. Ik kan weer met sterretjes aan de slag. Ja, John Saxon zit er ook in en die kun je kennen van Black Christmas, maar John Saxon zit in zoveel films. Daar kun je wel een lijst van maken, maar hij, ja. Komt hier nu langs. Ja. Dat is kut voor JP, we moeten ja, dat weet ik. Moet allemaal. Ja, leuk. Ik vind dat leuk. Het einde is iconisch. Zo iconisch zelfs dat hij in heel veel films na is gedaan. Hij is nagedaan in, sowieso, daar ken ik hem van, Kentucky Fried Chicken, the movie. Ja, de meeste mensen zullen hem wel gezien hebben. Maar als ik zeg, het is een spiegelkamer, dan weet je het wel. En JP laat even een paar stukjes zien. Heel kort. Die kamer dus die uit spiegels bestaat, is al iconisch. Maar er komt ook nog bij dat in die scène Bruce Lee wordt gekrapt... Door hang. Ja. Daardoor heeft Bruce Lee wel een iconische uitstraling gekregen. Dat zijn action figures te kopen met die wonden. Dit is gewoon Bruce Lee zoals iedereen hem kent eigenlijk. Als Han wat slimmer was, had hij hem gewoon wat dieper gekrapt. En ik vond het heel knap dat toen hij een krap kreeg dat hij dit 3 had in plaats van 4. Het is maar net hoe je slaat, hè? Als je hem vol raakt. Ja. Daarom heeft hij hem niet vol geraakt, want anders had hij de 4 diep en al zijn guts eruit. Die middelste die waren iets langer. Ja. Dus die waren dan hartstikke diep gekomen. En die... Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Dus ja, dan komt er iets uit. Dan heb je geen Bruce Lee meer over. En dan is de held weg. De gevechten zijn fantastisch. Dat wou ik ook nog even zeggen. Ja, en echt. Gewoon, en echt. Ja, want je weet gewoon dat als Bruce Lee aan het vechten is, dat hij al die... Hij kan dit. Hij kan dit. En daarom is hij zo legendarisch. Hij doet dit gewoon. Hij draait zijn hand niet voor om. Overigens, wie wel zijn hand omdraait. Ik vond het echt een hele goede film, JP. Ik vond hem ook heel vermakelijk. Het is verplichte kost. Dus ja, onmiskenbaar gewoon een... Cinemaatjes aanrader! Maar dat spreekt gewoon voor zich. Jij ja, hebt weer een ding? Nee, ik heb helemaal niks. Ik wou eigenlijk gewoon een ho-ho zeggen, omdat... In zo'n film kun je niet zonder je ho-ho de deur uit. Nee, dat is waar. Dus, vergeet ons niet te liken. Vergeet niet te subscriben. Toch wel, hè? Ja, jij wou het weer zeggen. Ik wil iets anders zeggen. Ja. En dan doen we nog... Tot de volgende keer. Die heeft harakiri gepleegd. Harakiri? Harakiri.
Harakiri. Dat is die strip van Lecter.